ga jullie een rondleiding geven. Kom verder. Iets meer dan 100 studenten hebben een kamer gevonden in deze flat aan de Bomansplaats. En dan komen we hier aan bij onze wasseretten. Heeft een beetje het idee van Friends, de serie. Waarom? Nou, zoals je kunt zien hebben we hier een leuke zitplaats. Kunnen we wassen en lekker buurten. De studenten hebben geen sleutels, maar pasjes om binnen te komen. Dan komen we hier aan bij mijn kamer. Dus ik zou zeggen, welkom. De keuken, alles op en eraan. En natuurlijk de badkamer. En dan zien wij dat hier is eigenlijk het woon, het leef en het slaapgedeelte in één. Eindhoven is lastig een kamer te vinden. Ten opzichte van bijvoorbeeld steden als Utrecht, Amsterdam weer iets gemakkelijker. Maar het nadeel is, als je hier een kamer wil zoeken, dan heb je kijkavonden met 20, 30 andere man. En ja, dan is het heel erg moeilijk om daartussen te komen. En moet je eigenlijk genoegen nemen met de kamers die hier op dat moment zijn. En dan is 12 vierkante meter dan iets wat je moet accepteren. Tegenover 23 vierkante meter van hier. Het jaren 70 kantoorpand stond al lang leeg en was niet meer van deze tijd. Nou, wat je hier achter je ziet was een paar jaar geleden nog een leegstaand kantoor dat niet meer voldeed aan de markteisen. Er was dus ook geen koper meer voor te vinden. En daar hebben we ons oog op laten vallen omdat het aan een aantal dingen voldeed waar wij naar op zoek waren. Centraal gelegen, geschikt om te bouwen tot permanente studentenwoningen en met een goed aanbod van studenten. En dat heb je hier in Eindhoven met de TU en de Fontys Hogeschool. Ook de 21-jarige Abel is blij met zijn ruime kamer, zo vlak bij het centrum. Ik heb gewoon heel ruim, ik heb alles, ik kan alles voor mezelf doen, geen last van andere mensen. En ik ben zelf redelijk netjes en ik wil het gewoon netjes houden. Het is meer, heeft nu meer een indruk dat het een hotel is, dus daar zijn wij uiteraard heel erg blij mee als Bomans plaatsbewoners. Het is meer een hotel en de kamer is ook zo ingedeeld, maar voor mij is het gewoon in huis. De studentenhuisvesting is druk bezig om door heel Nederland nog 10 van deze kantoren te verbouwen. Heel geschikt dus voor studenten.